moet snel naar de burgemeester en Van Leemhuizen. Ah ja, voor dat verrassingsfeest van Samson en Gert. Ah, dag Albert. Ten eerste is het Alberto. En ten tweede, dag Gert. Dag Albert, ik wou iets vragen aan jou. Ja, vertel het maar. Kan jij mijn haren knippen? Oei. Ja, het is Alberto en ten tweede, ik heb geen tijd, Gert. Hoe, waarom heb jij geen tijd? Nee, ik moet dringend naar een bespreking. Een bespreking? Ja, we gaan koekjes eten. Zeg Albert, ben jij niet... Ten eerste is het Alberto. En ten tweede, wat is daar mis mee? Ben jij al niet dik genoeg? Oh, dat is lelijk, hè. Ik ben helemaal niet dik, ik ben gespierd. Amai, dan is Maggie de Blok heel gespierd. Kan je mijn haren nu doen of nee, niet? Ik heb geen tijd, Gert. En waar moet ik dan heen? Naar een ander dorp of zo, ik heb geen tijd. Hè. Ik ga niet helemaal naar een ander dorp rijden. Dan wacht je tot morgen of weet ik veel wanneer, maar nu heb ik geen tijd. Oké, gaat dan, hè. Ja. Dag, Gert. Luie kapper. Oh, maar dat is lelijk, hè. Jij bent lelijk, ja. En dik. Hé, dat is waar. Gespierd. Waar blijft Vermeers nu toch? Ja, hij zal weer aan het snoepen zijn, hè. Dan had ik gerust nog een paar belangrijke dossiers kunnen ondertekenen op kantoor. Je bedoelt vliegtuigjes kleven. Oh, grappig hoor, Van Leemhuizen. Oh, heel grappig hoor. Is alles klaar voor de verrassing, Van Leemhuizen? Ja, ja, ja. Ik heb zelfs al een tandensmoes geoefend. Dansen, springen, we gaan Van Leemhuizen zingen. Van Leemhuizen, jongen, stop daar eens mee. Die beste jongens... Met jouw ADHD-bewegingen altijd. Van Leemhuizen, stop ja, maar... En zijn Samson en Gert verwittigd? Ja, 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 ja. Samson en Gert komen tegen 13 uur naar het... Ah, geweldig. Wat zal Gert opkijken als hij Marlijneke voor het eerst ziet en de kijkers ook, hè? Marlijneke? Ja, Marlijneke moest toch ook tegen 13 uur komen van Leemhuizen? Zeg me nu niet dat je dat bent vergeten, hè? Ja, ja, het een beetje vergeten. Marlijneke kan niet komen. Ja, ze zit in Oostenrijk. Van Leemhuizen, jongen. En... Wat moeten we dan tegen Gert zeggen? Van Leemhuizen, hoe kon jij nu zo dom zijn hier? Wat zijn jullie aan het doen? Van Leemhuizen is vergeten Marlijne uit te nodigen. Van Leemhuizen te... Dat kan toch niet? Dat is toch een ramp? Ja, hij deed dat niet expres, hè? Ja, hij deed dat niet expres, hè? Ding! Van Leemhuizen, hier blijven! Ja, begin maar al te huilen, hè? Maar wij staan hier wel, hè? Ja, wat moeten we nu doen? Tja, weet je wat? Van Leemhuizen moet het maar oplossen, hè. Wat een prutsecretaris is hij ook. Ja, dat is waar. Ah, 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 ik weet het. Iemand moet zich verkleden als Marlijneke. Ja, en wie dan Van Leemhuizen? Ik kan dat niet doen. Ik ben de burgemeester. Ja, ja en ik kan dat ook niet doen. Ja, ja, nee, want Alberto is te dik. Ik ben niet dik. Ik ben gewoon gespierd. Ja, Vermeers. Oh, ik kan dat ook niet doen, hè. Ah, waarom niet, Van Leemhuizen? Ah, jawel, want het is jouw idee, hè. Ja, jij moet het maar oplossen. Jij hebt de miserie veroorzaakt, hè. Zet jij dan maar een pruik op, hè. Oh, en een rok. Ja, mijn mama heeft nog wel een rok. Heeft jouw mama een rok? Ja. Goed, dan gaan wij Eugène Van Leemhuizen vandaag veranderen in Marieke Van Leemhuizen. Zeg,
Waarom moesten wij nu zo dringend naar hier komen, Samson? Magertje! Meneer van Veelhuizen heeft zo gezegd zo dat wij dringend naar hier moesten komen. Zo. Het zal weer wat zijn. Waarom moeten ze ons ook altijd komen storen? Oké, we hebben een godsdanse dag niks te doen, maar dan nog moeten ze ons komen storen altijd. Oh, Gertje! Wat? Gertje! Wat? Gertje! Wat? Kijk, daar komt Marlijneke aan. Oh, het is niet waar, hè? Mwah, Gertje! Mwah, wat is er niet waar zo? Dat Marlijneke eindelijk hier is, in beeld, voor iedereen. Gert, ik ben het, Marlijneke. Was jij niet op reis? Nee, ik ben, vroeger teruggekomen. Mwah, Gertje! Mwah, heeft Marlijn u nu geen staart zo? Een baard, Samson. Ja, nu je het zegt. Sinds wanneer heb jij een baard, Marlijneke? Dat zijn de hormonen. Oh, de hormonen, ja. Gertje, ja. Hoe draagt Marlijne altijd zo'n bril, zo? Een bril? Nu je het zegt, Marlijne, sinds wanneer draag jij een bril en peuter je in je neus? Wacht eens even. Denk jij wat ik denk? Marlijne, hoor. Denk jij wat ik denk, Samson? Nee, zo. Had ik het niet gedacht, Van Leemhuizen. Vind jij dit grappig, jongen? Sorry, maar ik ken de burgemeester en Albert de Weijden en we hadden geregeld dat Marlijne naar hier zou komen, maar Marlijne zit in Oostenrijk. Ja, nu kan je niet van Bul gaan. Ja, maar ik ga genoeg van Bul, hoor. Daar moet je niet bang voor zijn. Ik heb de kadrietjes nog, hè. Maar waarom verkleed jij je dan als Marlijne? Maar ik hoopte dat... Dat Marlijne niet kon komen omdat ze in Oostenrijk is. Oh, we durven het niet goed zeggen. Ja. Ben jullie boos op mij? Nee, ik ben niet boos op jou. Nee, ik ook niet zo. Want eigenlijk zie je er wel grappig uit in dat kleed. Want nu is meneer Van Veelhuizen zo en mijn vrouwtje Van Veelhuizen.